Met een collega, een vriendin, ben ik naar Santiago de Compostela gewandeld. Ja. En ja, het is gewoon een ongelooflijke, een heerlijke tocht geweest, hè? Ja. Natuurlijk en ontzettend veel ontdekt. Ik heb vroeger heb ik Spaanse taal literatuur gestudeerd, dus ik dat is ontzettend leuk om te doen natuurlijk ook. En in Burgos kwam ik een man tegen die hoogleraar was daar aan de universiteit en die vertelde dat in de tijd dat al die kastelen werden gebouwd, ja, aan de weg naar Santiago, dat waren dus eigenlijk die forten die werden aangelegd ter verdediging. Zo. En dan had je die Joodse kolonies die zich daar vestigden in de 13e eeuw. Ja. En je kunt nu nog zien aan de mensen dat ze ook ten dele, dat waren dus kooplieden, ja, die kwamen uit de rest van West-Europa om daar business te doen. Ja, ja. Zo. Ja. Dat is gaaf. Gewoon hele bijzondere dingen heb ik meegemaakt. Ja. Ja, omdat ik ook de geschiedenis kende, hè, over die strijd tussen Mooren en Christenen. Ja. Die heeft 8 eeuwen geduurd en de grote meerderheid van Spanjaarden zijn in feite een mix van Goot en Arabieren. Ja, ja. Dat is mooi om dat zo spontaan vast te leggen. Ja, maar dat weet echt. Dat realiseren mensen. Nee, precies. Nee. Maar ik neem aan dat die had tot 15 jaar geleden gedaan. Ja, zoiets van 15 jaar geleden. Ja. En maar nu zou ik het weer doen. Ik wil nu de weg lopen van die loop van het noorden van Turkije naar Jeruzalem toe. Maar niet om direct om religieuze redenen, maar het is dus het pad van Abraham, hè? Ja, ja. Zo. Ja, ik bedoel, dat waren nomaden waren dat natuurlijk. Ja, ja. Maar je hebt er ook een boek over geschreven, zei je dat? Ik heb daar een artikel. Ja, zeker. Ja, nee. Ik heb dat in een blad. In een blad. Ik heb het schrijf altijd. Ja. Schrijf altijd, maar...